ben Maarten. Ik heb het boek De Jongen in de Geschreven Pyjama gekozen van Paul Boyne. Het boek gaat over een Pools jongetje die Joos is in de Tweede Wereldoorlog. En die uiteindelijk gevonden wordt door de nazi's. Die hem in een concentratiekamp willen stoppen. Het boek is heel indrukwekkend. Het leert je heel veel over de jodendeportatie in de Tweede Wereldoorlog. En het is echt ontroerend, omdat je het uit de ogen van een klein jongetje ziet. Ik vind het daarom ook dat het een aanrader is om te lezen. Want je herleeft dat historische moment echt uit de ogen van een kind.